lobi wan me barwa shwit odi ina shwit ne fumasra begi yuru na moro shwiti yuru fuwa chief gado pika a moment disi wet tak nanga gado en u mag akse alla sani sawi abi fandoudo en u saptaki wi papa a forsiner e giwi alla sani sawi aksi en a de ini alleen voor een. Geliefde, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus. Vandaag gaan we bidden en pleiten voor een betere verstandhouding met de Heere. U weet, God, de mens heeft beleid niet uitgevonden. God heeft beleid uitgevonden. U weet, Heere, dat u hebt gezegd, laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En dat is beleid. Dat is zeggen wat u gaat doen. En het ook doen. Heere, u bent de voorziener. Vader God, vandaag komen wij met Suriname. En met de hele wereld voor uw heilige aangezicht. De wereld is in nood. Niet alleen in nood van een pandemie, maar in nood van wijsheid. Om uw beleid uit te voeren. Uw beleid dat u hebt uitgestippeld te kennen, te weten en onszelf eigen te maken. Heere, we struggelen met uw beleid. We vertolken uw beleid verkeerd en doen de dingen die u niet hebt gezegd dat u doet voor de mensheid en voor de wereld en voor het universum. Heere, mijn God, vandaag komen wij met de wereldleiders in uw gemeente, Heere. U hebt een gemeente gevestigd, Heere, op aarde en ook in Suriname. We bidden, Heere, voor wijsheid in beleid, geestelijk beleid. Heere, mijn God, we bidden voor een fantastische afstemming, een goede afstemming met de Heilige Geest. Want daarvoor hebt u ons de Heilige Geest gegeven. Gelaten hier op aarde voor ons om uw beleid te bespreken met u. Dat u de sani sayuwani voedu in uw libi. Dat u de wonder die wani voedu in uw libi. Die libis manomandu, dat u giwi akoni. We begi fu koni fu verstaan you sting. We begi fu koni fu sabi san we must do. En God no libi we. We ask you go alla day, alla stop, nama we. So that we, the leaders fu akondre, we poti den in you, anu masra. We sutu den ji you, Jesus. God that you sa opode aitapu abalait fu you, nanga a people fu you, kondre srana. We begi gide geestelijke leiders, Masra. Gado alla de wang di poti you centraal in de Libi. O Gado, a beleid voor you schrijf in your Bijbel. Maar a vertolker voor you beleid na a Santa Yeye. Gado, make we de volledig afgestemd. In a Santa Yeye, nanga a Santa Yeye, and we go alla de nange. Go miti wipchi. Go miti densma di de crossbeen na we. En deze ini akondre dino sabi you. Gado, en de wandi sabi you. We begi futan hori. Give me akoni fafu hori. En knapu. En sorry a wini ini alibi nanga you. Bikana soso wini. Wino abi lasi ini you. Ma gado opo wi ai fu wi shi a wini. Opo wi ai. Gado, make we libi ini a wini, Jesus Christus. Gado, unabi next. Na klagen, maar we hebben alasani in die beleid you masra. Make we beleid you voor tjinten na na bigi, zondag school. Alla dem instituten die you poti, voor we kan taki na na you, en voor kan sabi you, en voor waka na na you masra. Jepiwi, we begi ook to masra. Die alla dem televisie station, pe man na na umaf gado, e gi you boskopu, poti wijsheid koni, in the word to masra. For you want to make the tak nanga folk masra. Make we tak so nanga folk. And make we libi. They want integer libi masra. We begi masra. Integer dat wan taki. Sawi you taki na dat yedu. Fai taki ye waka na dat ye waka. Make we leris ma masra.
Fa de mus libi ma make we libi al libi di we e leri en taki abrae. We sot posisi we abi ini akou lu kondre fuyu. Daru gi u gran tangi. Dat je de afverorder der gebeden. Daardoor dat je roko in die alle presi in die grond hebt. U gij uw grond aan je per een kwinsie, je poer de kwinsie, doordat u de gehoorzaam naar je woord toe. En doordat we wakker en knapen, retifasi in je woord toe, Masra. U gij uw grond aan je in die aanneem voor Masra Jezus Christus. Dank u, Heer. Amen. Radio en televisiestation Shalom. Dit is het programma samengesteld voor en met het bestuur en de medewerkers. En het heet, zoals u inmiddels wel weet, Land, Land, Land. Hoor des Heren woord. Vandaag is een heel aparte dag, deze 5 december. 5 december is vooral alleen deze dag in vele landen, vooral in Europa, een dag die men noemt kinderdag. Met in Nederland vooral bekend om de dag van Sinterklaas. Bij ons veel minder bekend. Wij zijn vaker bekend met kerstfeest en de dagen rond kerst. Maar 5 december is alleen op die dag. Dan de kinderdag, 6 december is weer voorbij. Maar 5 december, deze zondag 5 december, is het ook tweede advent. Dat betekent dat er al een eerste advent was, dat is vorige week zondag. En er zijn 4 adventszondagen. Na de 4e adventszondag komt het kerstfeest. En het woord advent betekent komst. Het betekent komst, hij komt, iemand komt. Let op, wees bereid, want iemand die belangrijk is, komt. Hij komt. En ook deze periode is een, wat wij noemen, adventsperiode. Dat is ook een periode dat eigenlijk maar 4 weken is. En dan is die periode weer voorbij en dan gaat het over naar kerstfeest en dan oudjaar en dan begin nieuwjaar. Dan tot volgend jaar, dan hebben we weer advent. En zo is het al 2000 jaar. Wordt dit in de kerken wereldwijd gevierd. Het is dus een kerkelijk feestdag, een feestdag, een feestperiode. Maar ook die feestperiode, net als die dag 5 december maar 1 dag en weer voorbij is, zo is ook deze feestperiode van 4 weken naar die 4 weken weer voorbij. En het wijst op de komst van iemand. En eigenlijk wijst het dan op de komst van kerstfeest en dan weten we dat is het Christusfeest. Dat is kerstfeest. Jezus Christus is gekomen. En het is in al 40 eeuwen van tevoren is het al doorgegeven. In het Oude Testament wordt het duidelijk gemaakt, wordt zelfs gezegd in het stadje Bethlehem zou het gebeuren. En op die dag dat het gebeurde, die tijd, kwamen engelen uit de hemel en die zeiden aan herders en aan wijzen, ga zoeken bij Bethlehem. Heel Bethlehem sliep. Alleen de herders en later ook de wijzen zijn gegaan en hebben als eerste dat kindje gezien, aanbeden, waarvan de engelen gezegd hebben, hij is het die vrede gaat brengen bij de mensen. Ze hebben ook gezongen, vrede op aarde bij de mensen. Want de Heer die gekomen is, Jezus Christus, is degene en de enige die vrede en rust kan brengen bij elk mens. Het doet er niet toe welke etnische groep je bent, welke denominatie je bent, of je man, vrouw, of jong of oud bent. Als je deze, die toen op het kerstfeest eens 2000 jaar in Bethlehem geboren is, accepteert in je hart en in je leven.
kwam de rust en de vrede. Waarom? Hoe kwam dat? Als je hem uitnodigt, kwam de Heilige Geest die God stuurt in je hart. En je verandert. En er is niets dat een mens meer en beter kan veranderen dan hij. Daarom is het zo belangrijk om te evangeliseren. Om het evangelie te brengen aan jong, oud, wat voor denominatie. Het is mooi kerken te hebben, maar de kerken moeten gevuld worden met geëvangeliseerde mensen. Namelijk mensen die de Heer Jezus kennen. Die kerk kan niemand veranderen. Een dominee, een paus kan niemand veranderen. Alleen degene waar de engelen gezongen hebben, vrede op aarde. Vrede in je hart, vrede met jezelf, vrede met de medemensen om je heen, vrede met alles om je heen, ook vrede collectief in je land en met het volk waar je leeft. Daarom is het zo erg belangrijk. Maar het is tweede advent, vandaag deze zondag. Maar wat weinig mensen accent op leggen, is dat dit maar kerkelijke kalender is. Elk jaar hetzelfde. Maar in feite leven wij ook op een tweede advent, die eigenlijk ontstaan is vanaf de Hemelvaartsdag. Want op de Hemelvaartsdag, toen Jezus, nadat hij op deze aarde geweest is, nadat hij mensen genezen heeft, nadat hij mensen zelfs uit de dood heeft opgewekt, nadat hij zelf vermoord is, aan het kruis gehangen heeft en zelf is opgestaan uit de dood, nadat hij zelf heeft kunnen zeggen, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, is een moment gekomen dat hij op de berg stond. En weer opnieuw kwamen die engelen, die toen ook geweest waren. En die zeiden, toen ze zagen dat een wolk kwam en de wolk hem meenam omhoog, zeiden die engelen, gij Galileese mannen, mannen uit Galilea, waar staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is van naar de hemel, zal op dezelfde wijze weer terugkomen, zoals jullie hem naar de hemel zien gaan. Op dat moment is een nieuwe blijde boodschap gekomen over de hele wereld. Jezus is dood geweest, hij is opgestaan en hij is naar de hemel gegaan. En hij is vandaag daar nog. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En is beloofd, hij komt terug. Daarom leven we nu weer in advent. Hij komt. Advent betekent hij komt. Toen was het, hij komt, maar hij is weer weggegaan. Maar nu is het opnieuw de roep, hij komt. Wees alert, ga niet slapen, blijf wakker. Hij komt onherroepelijk terug. De hele wereld mag het weten. Dit is de nieuwe blijde boodschap. Jezus is vanuit de aarde naar de hemel gegaan. En hij wacht op het sein van zijn Vader, die hem het sein zal geven. Je mag teruggaan. Maar hij heeft ook ons tekenen gegeven, waaraan wij kunnen weten, het wordt dichter en dichterbij van zijn komst. Het is 2000 jaar geleden dat de engelen dat gezegd hebben op de Hemelvaartsdag. Maar het is nu vele malen dichterbij dat hij terugkomt. Want hij heeft tekenen gegeven. De tijd dat hij gaat komen, moet je kijken, er wordt steeds meer aardbevingen en zeebevingen en overstromingen en besmettelijke ziekten. Nou, daar hebben dus de afgelopen periode allemaal in de hele wereld hebben meegemaakt. Corona, dat is zo'n besmettelijke ziekte bijvoorbeeld. Een aanwijzing. Aanwijzing, niet dat hij direct terugkomt misschien, maar wel een aanwijzing dat het dichterbij gekomen is. Jezus komt terug, maakt u klaar, hij komt. En geef deze boodschap door.
Want anders gaan de kerken en iedereen blijven cirkelen rondom die kerkelijke kalender die elk jaar weer opnieuw komt en elk jaar wordt hetzelfde weer gedaan. En er wordt weer gezongen over die herdertjes in het veld en er wordt weer gezongen over al deze zaken, terwijl dat nooit meer terugkomt. Nooit komt Jezus meer terug in Bethlehem, nog in de uit de macht, nog komt hij aan het kruis van Golgotha te hangen. Dat is voorbij. Dat is zoals we zeggen in de Nederlandse taal, voltooid verleden tijd. Het is voltooid. Hij heeft zelf gezegd, het is volbracht. Het is voltooid aan het kruis. Een van de laatste woorden van hem, voorlaatste woord, het is volbracht. Het is voltooid waarvoor ik gekomen ben. Het is voltooid verleden tijd. Maar tweede advent voor de hele wereld in de kalender van God, waar we nu mee bezig zijn. En die 2000 jaar geleden aan ons is doorgegeven door de engelen. Hij komt weer. Dat is tegenwoordige, toekomende tijd. Onvoltooide, tegenwoordige, toekomende tijd. Hij komt terug. Vandaag is de tijd dat wij doorgeven. Maranatha. Jezus komt. Wees voorzichtig. Want als de tijd als hij komt, is ook een waarschuwing gegeven. We hebben nu tekenen gehad dat het dichterbij aan het komen is. Maar als hij komt, op dat moment is het mogelijk dat er christenen zijn die christen heten, maar die of dwaze maagden, christenen, of wijze maagden zijn. En we weten, als hij komt en het blijkt dat er mensen zijn die niet klaarstaan om hem te ontmoeten, hem hebben uitgenodigd, niet gevuld zijn met de Heilige Geest, dat die dus als dwaze blijven staan en de poort is gesloten, de deur is en ze komen niet meer binnen. Daarom is het zo belangrijk om die evangelisatieboodschap door te geven, zoals vroeger. De blijde boodschap, Jezus komt terug. Wees ervan verzekerd dat je behoort tot de wijze maagden, tot de wijze christen die gevuld zijn met de Heilige Geest, brandend van binnen door de Heilige Geest, klaarstaan en te zien, onze bruidegom komt terug. En wij zijn niet meer van deze gemeente en die gemeente, wij zijn bruidsgemeente. Wij zijn de gemeente, die geen namen meer hebben van ik ben dit en ik ben dat en ik ben dit. Ik ben kind van Jezus. Ik heb door hem veranderd. Ik ben kind van God geworden. Ik ben één met hem waarvoor hij gebeden heeft. Het is tweede advent in de hele wereld en in Gods kalender. Jezus komt terug. En wij mogen elkaar toeroepen, Maranatha. Maranatha, Jezus komt. Dat is een prachtig lied dat ook zo gezongen wordt. Misschien kan het straks ook afgedraaid worden. Maranatha, Maranatha, Jezus komt. Want dit is de boodschap voor de hele wereld vandaag. Het is voor Rooms-Katholieken, voor EBG'ers, voor Pinkstermensen, voor Baptisten, voor welke mooie namen wij onszelf gegeven hebben, die eigenlijk ons verdelen. Want het werk van de kerken helaas lijkt erop dat de kerken ons juist zijn gaan verdelen. Jezus bindt ons aan elkaar. En hij bidt dat we alle één zijn. Dat we allemaal maar één naam hebben. Bruidsgemeente die uitzien naar onze bruidegom die komende is op de wolken. En elk oog zal hem zien. Zelfs zij die hem doorstoken hebben. Wees alert, wees wakker, ontwaakt gij die slaapt en sta op en kijk uit en roep elkaar uit. Het is bijna zover. Kijk naar de tekenen om je heen.
Hij heeft het van tevoren duidelijk gemaakt. Als je deze tekenen ziet, gaat het niet lang meer duren. Het is tijd om elkaar aan te vuren. Word bruidsgemeente, houd je klaar, zodat je met brandende lampen klaar staat om hem te ontmoeten en zeggen: Heer Jezus, u die reeds in mijn hart gekomen bent, u mij reeds veranderd heeft, u die de hele wereld verandert, u bent welkom. Kom, ook in ons land. En we hebben een prachtig land. Een land met een prachtig volkslied. Wij zeggen: Kado Dewi Vesimang. Hij is onze leidsman. Niemand anders dan Jezus. Om hem gaat het. Hij verandert mensen. Niet onze opvoeding, niet onze ontwikkeling. Maar hij die ooit is gestuurd door God. Omdat God de hele wereld lief had. Alle mensen, alle Hindustanen, alle Japanen, alle Chinezen, alle Bosland-Creolen. God heeft de wereld lief. Daarom heeft hij Jezus gestuurd. En allen die hem aangenomen hebben, maakt hij tot kinderen van hem. Dat is de boodschap, de blijde boodschap. Houd je gereed. Het is tijd dat hij terugkomt. Maranatha. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we daarnaar mogen uitzien. De kerk ziet uit naar 4 weken van periode voor kerst. Maar wij zien uit dat van uw tweede komst. Daarom is het tweede advent. Want er is al een eerste advent geweest. U bent gekomen, u bent weggegaan. Nu zijn we aan de tweede advent, uw tweede keer dat u weer terugkomt. Dat we ons klaarmaken. Dat we als wijze maagden uitzien en zeggen: ja, kom Heer Jezus. Kom in ons hart, kom in ons huis, kom in ons land. Verander ons. Maak ons tot uw volk. Dank u Heer dat u dit station op geweldige wijze dit afgelopen jaar gebruikt hebt. Een station met de prachtige naam, dezelfde naam die de engelen, waar de engelen over gezongen hebben. Vrede op aarde. Shalom over heel Suriname. Heer, laat dat shalom worden in alle huizen en in alle harten. Heel ons land en volk. En geef ons, Heer, dat we samen mogen uitzien naar uw werkelijke terugkomst op de wolken. Geloofd en geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen. Gezegende periode tot straks weer het kerstfeest, maar dat is zoals de kerkelijke kalender ons zegt. Maar God heeft ook zijn eigen kalender. En zijn eigen goddelijke kalender zegt, het is ook tweede advent, Maranatha. Jezus komt terug. En elk oog zal hem zien. Gezegende tijd, in Jezus' naam. Amen.